8 YouTube short niches om veel views te krijgen en viral te gaan. Je kan de mooiste camera hebben, de beste editing software, maar als iemand niet geïnteresseerd is in het onderwerp, zou je ook nooit veel views krijgen. In deze video licht ik 8 verschillende YouTube short niches toe waarbij jij veel views kan krijgen en ook geld kan verdienen. Wil jij met YouTube geld verdienen voordat je je kan aansluiten bij het YouTube Partnerprogramma? Kijk dan even in de link hieronder. Daarin wordt dat stap voor stap uitgelegd. Ik ben Dielke en leuk dat je weer kijkt naar een video op mijn kanaal. De eerste niche waar jij YouTube Shorts video's in viral kunnen gaan is de challenge niche. In de challenge niche kan jouw YouTube Short super snel viral gaan, omdat je natuurlijk inspeelt op een trend die op dat moment heel erg gaande is. Zo zie je hier bijvoorbeeld een challenge 1,3 weergave, 20 miljoen weergave, 15 miljoen weergave enzovoort. Wel is het zo dat als je je aansluit bij deze niche en je daarop gaat richten, dat dit nooit een evergreen niche is. Wat ik daarmee bedoel is dat het maar een korte tijd duurt tot deze video's viral kunnen gaan. In 1 week, 2 weken of misschien een maand. En daar houdt het ook bij op en zou er ook daarna nooit meer naar jouw video worden gekeken. Als je een evergreen video maakt, kan deze volgend jaar of over 2 jaar ook nog steeds relevant zijn. En met de challenge niche is dat niet zo. Daardoor is het met deze niche ook zo dat het moeilijker is om geld ermee te verdienen. Maar in de volgende niche, waar ik het met jullie over ga hebben, kan dat wel. De tweede niche is de beauty niche. In de beauty niche gaat natuurlijk super veel in om. Met deze niche kan je dus super veel views krijgen, maar kan je ook geld mee verdienen. Dit kan aan de hand van sponsored deals, maar ook aan de hand van affiliate marketing. Bij deze niche is het dus wel zo dat je ook wel voor de camera moet gaan staan. Zoals je hier bijvoorbeeld ziet, deze vrouw legt van alles uit over bijvoorbeeld make-up onder de $5. Wat voor hacks er zijn, et cetera. Maar zoals je hier kan zien, hebben ze superveel weergave. 10k, 5,1k, et cetera. Maar later in deze video kom ik terug op hoe jij ook YouTube kanalen kan starten zonder dat jij voor de camera hoeft te staan. Daarnaast is een ander goed voorbeeld van een beauty niche de Nikki Tutorials. Zij is natuurlijk heel bekend ook in Nederland. Als je hier kijkt, ze heeft 5 miljoen weergave, 14 miljoen weergave. En hierbij promoot zij natuurlijk ook gewoon producten, dus met sponsored deals, maar ook aan de hand van affiliate marketing. Waar ik later nog eventjes op terugkom. Daarnaast is het zo dat je vanaf 1 februari 2023 ook geld kan verdienen met ads voor shorts, YouTube shorts. Dit kon voorheen niet, maar dan moet je natuurlijk ook wel weer aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals dat je aan het partnerprogramma van YouTube met gewone video's ook aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Zo moet je bij de YouTube shorts, als jij geld wil ontvangen voor ads, moet je dus minimaal 1000 abonnees hebben en 10 miljoen views in 90 dagen. Dit is natuurlijk al best wel veel, maar uiteindelijk kan je daar dus ook geld mee verdienen. De derde niche waarmee jij viral video's kan krijgen met YouTube Shorts is de luxury niche. Mensen houden ervan om te kijken naar hoe rijke mensen leven en hoe dit eruit ziet. Mooie auto's, mooie huizen, etc. Wel is het zo dat het hier moeilijker is om geld mee te verdienen. Meestal zijn mensen die dit soort filmpjes kijken benieuwd naar hoe het eruit ziet, maar hebben geen geld om een privéjacht of een privévliegtuig te huren. Dus als je dat zou gaan promoten, moet je daar ook wel de juiste doelgroep voor hebben. En dat is dit voor deze niche niet. Maar wel kan je hier veel views mee halen. Bijna 650k views. Deze heeft 7,7 miljoen views. Zo heb je dus echt super veel YouTube kanalen die zich richten op luxury lifestyles. Hier zie je bijvoorbeeld een YouTube kanaal waarbij zij zich richt op de hotels en properties. Dit ziet er echt super vet uit natuurlijk. En mensen houden echt van dit soort filmpjes. Daarnaast is echt een voordeel met dit soort filmpjes dat je zelf niet voor de camera hoeft. Dus je kan een YouTube kanaal beginnen zonder dat jij zelf de filmpjes hoeft op te nemen. Het enige wat je hoeft te doen is filmpjes te zoeken die aansluiten bij jouw YouTube kanaal. Daardoor kun je dus ook geld verdienen met YouTube zonder dat je voor de camera staat. De vierde YouTube Shorts niche die ik met jullie wil bespreken
is de travel niche. In de travel niche kan je ook super gemakkelijk viral video's creëren. En je kan branded sponsorships aangaan, maar je kan ook affiliate programma's opzoeken. Zo zie je bijvoorbeeld deze video gaat over reizen. En als je kijkt, heeft deze bijna 3 miljoen views. Of meer dan 3 miljoen views. En hierin sponsort hij waarschijnlijk, dus heeft hij een sponsorship met GoPro aangegaan, waarvoor hij dus betaald krijgt. Maar ook kan je dus affiliate programma's opzoeken voor jouw travel niche YouTube. Zo kan je bijvoorbeeld travel agencies aanschrijven of op zoek gaan naar affiliate programma's. Of je kan via bol.com of Amazon producten promoten die aansluiten bij jouw niche. Dus als jij gaat kamperen, dus wil je een slaapzak, dan is deze slaapzak supergoed. Maar zoals ik net al zei, kan je ook bijvoorbeeld kijken naar luchtvaartmaatschappijen of travel agencies. Transavia is hier een heel goed voorbeeld van. En via Transavia kan je ook affiliate worden. Kan je aanmelden en deze link dus weer promoten op jouw YouTube kanaal. Wil jij meer weten over hoe je aan de slag gaat met affiliate marketing en hoe je dit stap voor stap opzet? Kijk dan eventjes hier in de link beneden. Daarin staat een stappenplan hoe jij hiermee aan de slag kan en hoe je dit voor jezelf kan opzetten. Ook aan de hand van YouTube en YouTube Shorts. De vijfde niche die ik wil bespreken is de dieren niche of de animal niche. Daarin gaan natuurlijk super veel filmpjes viral en gaan ook heel veel filmpjes om. Het is heel gemakkelijk om er filmpjes voor te vinden en het is ook heel gemakkelijk, althans het is gemakkelijk om er geld mee te verdienen aan de hand van affiliate links. Als jij een link plakt onder dat filmpje met daarachter jouw affiliate product, kan je daar dus geld mee verdienen. Zo zie je hier verschillende filmpjes. Deze gaat over een hond. Heeft 2,9 miljoen, 33 miljoen, 175 miljoen views. Althans, deze gaat volgens mij niet helemaal over een dier. Maar goed, je snapt het principe. Zo kan je dus allerlei filmpjes op de YouTube short zetten. En hier dus gemakkelijk viral mee gaan. Dit is dus een goede niche om en geld mee te verdienen en om viral mee te gaan. Wel is het zo dat er in deze niche veel mensen zitten, omdat kattenfilmpjes, dierenfilmpjes, hondenfilmpjes het nou gewoon eenmaal goed aansluiten. Spelen mensen hier ook op in en zijn er gewoon al heel veel filmpjes van. Een andere niche waarin je ook eigenlijk niet je gezicht hoeft te tonen is de feiten niche. Mensen houden van feiten, mensen houden van nieuws. YouTube, dit is bijvoorbeeld een YouTube kanaal die gaat over psychologie en feiten. Deep facts about van alles en nog wat, girls facts, psychologie facts. En hier zie je ook dat elke keer wordt er gewoon heel simpel een achtergrond gebruikt. En niemand die daar zijn gezicht voor optoont. Dus als je er even op klikt, zie je hier een draaimolen op de achtergrond. En daarvoor zie je het feit. Hiermee kan je dus gemakkelijk ook viral video's of video's creëren die veel views krijgen. Hier zie je deze 4K, 3,3K, etc. Dus als we even verder kijken naar alle andere video's, zie je gewoon dat deze al best wel veel views heeft, zonder dat er eigenlijk wat gebeurt. En je leest alleen de tekst. Dit is ook een goed voorbeeld van evergreen producten of evergreen filmpjes. Zoals ik net al zei bij de challenge niche, is het daar niet zo dat je een evergreen video hebt. Maar bij de fact niches wel. Facts, feiten blijven altijd bestaan. Dus die zijn over een jaar en twee jaar zijn ze nog steeds relevant. En vinden mensen het nog steeds interessant om deze filmpjes te gaan kijken. Wel is het zo dat het met deze niche wat lastiger is om extra geld erbij te verdienen aan de hand van bijvoorbeeld affiliate marketing of een affiliate product wat je achter kan, of op zoek gaat naar sponsored deals die mensen gaan jou niet sponsoren omdat jij een feitje deelt. Een andere niche die echt super veel wordt bekeken is de meme niche. Ja, wie kent memes natuurlijk niet? En dit is echt een heel groot kanaal. Of een kanaal waarbij video's super veel worden bekeken. Hier zie je allemaal verschillende shorts ook weer met hoeveel views ze hebben. En ook hier zie je weer, het is eigenlijk alleen maar een plaatje met wat tekst erbij. En meer is het niet. Je hoeft zelf niet een video op te nemen of voor de camera te staan. En toch heeft deze bijna 7,5k abonnees en ook nog eens super veel views. Dus zoals je ziet en je klikt op een filmpje, kan je zien wat er gebeurt. En in principe is het alleen maar tekst met een filmpje of een video.
En daardoor kan je dus veel views krijgen of zelfs viral gaan met één YouTube short video. De laatste niche die ik met je wil bespreken en waarbij je makkelijk veel views kan krijgen, is de gaming niche. Als je gamet is het natuurlijk heel gemakkelijk om zelf je scherm op te nemen en daar een klein stukje uit te halen wat super belangrijk is of waar het heel goed ging. En daar kan je dus ook weer allerlei shorts van maken. Zo zie je dit kanaal bijvoorbeeld, heeft hij een game en daarbij geeft hij een klein stukje uitleg over wat er gebeurt. In principe zou je dat niet eens hoeven te doen en kan je dat ook alleen een stukje van de game laten zien met tekst erbij. Zo kan je dus ook weer meer views krijgen met jouw kanaal als jij je gaat richten op gaming. Hierbij kan je ook, als jouw kanaal goed gaat, sponsordeals aantrekken. Maar ook kan je affiliate link hier gemakkelijk delen. Promoot je bijvoorbeeld game accessoires die het voor jou goed doen. Of als je bij deze persoon kijkt en je kijkt in zijn beschrijving, zie je waarschijnlijk ook, zie je dus hier zo ook zijn merchandise. En als je daarop klikt en mensen gaan over tot aankoop, verdient hij daar ook geld mee. Dus hij heeft hiervoor een aparte website gecreëerd en zie je dus allerlei merchandise die je kan kopen en die mensen dus gewoon super tof vinden. En daarover krijgt hij dus weer geld. Dus ik heb nu 8 verschillende niches met jou besproken waarmee jij veel views kan krijgen of zelfs viral mee kan gaan. En hoe je hier dus ook geld mee kan verdienen zonder dat je aan hoeft te sluiten bij het YouTube partnerprogramma. Want dit heeft soms nog wel wat veel eisen. Als jij 10 miljoen views in 90 dagen wil bereiken, bereik je niet zomaar. Maar kan wel aan de hand van affiliate marketing. Maar als je hier meer over wil weten, kijk dan eventjes in de link hieronder. Daarin staat het precies uitgelegd hoe jij aan de slag gaat met affiliate marketing. Vond je deze video waardevol en vind je hem leuk? Geef even een duimpje omhoog en abonneer je vooral op mijn kanaal voor nog meer video's.